Hallo allemaal, welkom bij de novembereditie van de Beta Break. Elke maand bespreken we hier een beta-gerelateerd thema. En deze keer is dat het theoretische abstracte onderzoek. We gaan het hebben over haar relatie met de toepassingen, haar relatie met de maatschappij. Naast me staat Ramon Krijgton. Ik ben Daan Mulder en we hebben op het podium onze drie gasten. Jan Wiegering, Shanna Haker en Wim van Saarloos. Ik wil graag met jou beginnen, Jan. Hoe ben je eigenlijk wiskundige geworden? Staat mijn microfoon al aan of moet ik dat doen? Ik denk, ga het voorzichtig bij je toeschuiven. Ja. Hoe ben ik wiskundige geworden? Uit een zekere mate van luiheid. Ik was er erg goed in op de middelbare school en ik dacht, nou, daar ga ik maar gewoon in door. Ik hoefde daar ook niet veel voor te doen. En ik had toen, zeker toen ik begon, van, nou, dat gaat gewoon zo door. En dat bleek een aardige tegenvaller te zijn, maar in ieder geval zo is het gekomen. Oké. Okay. Ja. Ik vond het ook gewoon leuk natuurlijk. Hè. Dat hangt er ook wel een beetje mee samen. Het is gewoon een mooi vak en dat vond ik toen al. Een zekere mate van luiheid, dat vind ik wel mooi. Shanna Haker is onze tweede gast. Zij is zojuist gepromoveerd bij Karel-Jan Schoutens. En theoretisch natuurkundige dus. En nu hou je bezig met de Nerd Night. En je doet heel erg veel moeite om je eigen onderzoek en ander onderzoek uit te leggen aan mensen. En waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ik doe heel veel moeite. Ik probeer het te doen. En ik denk dat het belangrijk is omdat het een onderwerp is dat onderbelicht is. We horen heel veel in het nieuws over allerlei wetenschapsgebieden. En dan heb ik nog niet eens over andere dingen dan de wetenschap. Dus sport, popsterren, weet ik veel wat. En ik denk dat het ook heel erg leuk kan zijn om iets meer te praten over onderzoek. En dan met name over abstracter onderzoek. En ik ben een beetje aan het experimenteren met hoe je dat het beste kan vertellen aan mensen. Ik vind het heel erg leuk om te zoeken naar een manier waarop je mensen minder bang maakt eigenlijk. Want dat is het effect wat je al gauw hebt. Dat mensen van tevoren al weten dat ze er eigenlijk niks van kunnen. En daar ben ik het dus niet mee eens. En ik denk dat het anders kan. Oké, dankjewel. Daar gaan we nog veel van horen vandaag. Onze derde gast is, en daar zijn we heel blij mee, Wim van Saarloos. Wim van Saarloos heeft lang gewerkt bij Bell Labs in Amerika. En is ook professor geweest, of eigenlijk nog steeds, aan de TU Delft. Maar nu vooral directeur van de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie, oftewel FOM. En dat is de grote geldschieter voor heel veel natuurkundeonderzoek. Heeft bijvoorbeeld, laatst zag ik gisteren in het nieuws, Ben Vrijvogel nog veel geld gegeven. Dat zal niet u persoonlijk zijn geweest, maar dat is dan weer mijn hoorcollege docent. Dus zo hebben ook studenten daar eigenlijk mee te maken. Mijn vraag aan u is misschien een beetje provocerend, maar ik heb soms wel eens de indruk dat natuurkundigen heel vaak de baas zijn over dingen. Over faculteiten bijvoorbeeld, of over stichtingen zoals FOM. Hoe zou dat komen? Mag ik eerst even een correctie doen? Ik was geen hoogleraar in Delft, maar in Leiden. En ik ben het ook niet meer. Toen ik naar FOM overstapte, heb ik heel bewust de banden met Leiden doorgesneden. Omdat FOM een nationale onafhankelijke organisatie is. Dat is even correctie. Hoe komt dat? Er is in ieder geval geen bijzonder netwerk waarmee wij mensen positioneren of iets dergelijks. Dus ik hoop dat het antwoord toch eigenlijk is dat de natuurkunde sowieso een fantastische opleiding is om je voor te bereiden op de maatschappij. Dat zien we ook aan het feit dat onze mensen gewild zijn in brede zin binnen de maatschappij, ook binnen de organisaties. Mensen krijgen binnen adviesorganisaties ook banen. En dat het daarmee een hele krachtige opleiding is en dat mensen ook in het bestuur het daar goed doen. Oké. Dank u wel. Ik zal even uitleggen wat we gaan doen. We hebben ongeveer 4 blokjes met onderwerpen, maar dat zal misschien een beetje door elkaar gaan lopen. Die vindt u op de flyer ook die er ligt. Het is vooral ook heel erg de bedoeling en al heel erg toegestaan om vragen te stellen aan onze gasten. Meld je dan hier bij Maribeth bij de microfoon en dan zal er op een gegeven moment ruimte zijn om die vraag te stellen. En voor de rest hopen we ook op heel veel interactie en een leuk gesprek tussen deze drie gasten. En Daan gaat het eerste onderwerpje inleiden. Ja, het eerste onderwerp is eigenlijk het werk als theoretisch onderzoeker. En ik geloof dat we hier 3 mensen hebben zitten die daar toch tamelijk veel ervaring in hebben. Misschien, Shanna, wil je vertellen hoe een werkdag eruit ziet voor iemand die niet in het lab staat. Maar wat doe je dan eigenlijk wel?
Dat vind ik ook altijd erg leuk om te vertellen, omdat dat vaak onderbelicht blijft. Het ligt er natuurlijk aan in welke fase van je onderzoek je zit en ook wat voor soort onderzoek je doet. Dus in mijn geval deed ik weinig numeriek werk, dus weinig met de computer. Maar je leest papers, boeken, dat is een heel groot deel van je tijd. Je bent bezig zelf met sommetjes maken, zeg ik wel eens. Je probeert afleidingen te doen. Maar je geeft ook onderwijs, dus werkcolleges in mijn geval. Je geeft af en toe een presentatie die je moet voorbereiden. Je schrijft een paper, dus het ligt er maar net aan waar je mee bezig bent op dat moment. Ja. En hoe is dat misschien voor Jan? Nou, dat is bijna hetzelfde, denk ik. Dus wat je moet hebben is een goede vraag, dus daar wil je ook wel over nadenken. Zeker als je misschien wat verder bent in je carrière, dan is het vinden van een goede vraag net zo belangrijk, of misschien wel belangrijker dan het vinden van de oplossing, want dat laat je aan je AJO's over, bijvoorbeeld. Dus het vinden van een goede vraag is belangrijk en daar denk je ook gewoon over na. Dat is niet iets wat je van 8 tot 5 doet, maar dat zit ook in je hoofd. Dan ga je naar de sportschool 's avonds en denk je, verrek, misschien moet je dit doen. En dat geldt eigenlijk ook voor het vinden van antwoorden op zo'n vraag. Daarvoor lees je natuurlijk de literatuur en soms ben je alleen maar bezig met weken te begrijpen wat iemand anders heeft opgeschreven, om er dan achter te komen dat het gewoon niet goed is wat hij heeft opgeschreven. Dat gebeurt. Mm-hmm. En daarna kun je het beter doen. Of je begrijpt het dan wel en dan kom je een stapje verder. Of je begrijpt het wel en je komt erachter dat je er toch niks aan hebt. En dan ga je weer terug. En op een gegeven moment dan moet er ook iets in je hoofd gebeuren. Waardoor je denkt van, oh, maar nou zie ik hoe het zit. En dan is het in feite af. Dan moet je het nog opschrijven. En dat doe je natuurlijk wel met een computer. En tegenwoordig ga je niet meer naar de bibliotheek. Maar dan lees je artikelen achter het scherm of je drukt ze zelf af. En dat is maar een detail. Ik kan me voorstellen dat als je tot een goede vraag wil komen of tot antwoorden wil komen, dat je er in de loop van je carrière achterkomt wat de beste manier is om dat te doen. Of dat achter een bureau is of onder de douche. Dit lijkt me niet per se een heel productieve omgeving, hier in een werkkamer zitten. Ofwel. De omgeving is denk ik meer de totaliteit van kennis die je hebt. Dus je gaat een. Ik denk dat je. Het gaat meestal parallel hoor, maar je hebt dingen waar je aan werkt. Dus daar zijn de vragen min of meer duidelijk. Die verfijnen zich wel, maar die zijn duidelijk en daar probeer je antwoorden op te vinden. Maar tegelijkertijd neem je andere kennis tot je. Ik bedoel, je gaat naar een seminarium, je gaat naar een bijeenkomst of een conferentie. Mensen zeggen dingen, dat komt in je hoofd, daar ga je verder over nadenken. Dan denk je, god, dat zou je eigenlijk dat moeten willen weten. En dat heeft niet zoveel te maken, dus die omgeving die is meer een geestelijke omgeving, als ik dat zo mag zeggen, dan de fysieke omgeving. Dat doet er verder niet zoveel toe. Het is ook niet zo dat ik denk van, oké, het is vrijdag, nu moet ik een vraag bedenken. Zo werkt het niet. En denk je ook niet dat het voor per persoon anders is? Dus, oh, absoluut. Want ik merkte inderdaad dat ik heel veel inspiratie kreeg van conferenties en met mensen praten en praatjes horen, terwijl ik me ook kan voorstellen dat anderen juist liever geen afleiding hebben en hun eigen. Ja, nou, ik denk dat voor iedereen conferenties en met collega's praten heel inspirerend is. Ja. Maar er zijn mensen die zeggen, iedere ochtend onder het scheren, dan maak ik mijn agenda voor de dag, wetenschappelijk gesproken. En ja, ik niet. Als ik hier iets mag toe, ik herken een aantal dingen die Jan zegt. Hè, over het feit dat het formuleren van de vragen het belangrijkste is. Ik zat zelf in de soft condensed matter, toch vrij complexe systemen. En daar is een groot deel van het onderzoek toch ook, zeg maar, het op zoek zijn naar de juiste vragen. En dat doe je vaak in interactie met de mensen met wie je samenwerkt. Zowel de promovendi als bijvoorbeeld experimentatoren waar ik mee heb samengewerkt. Dus je kijkt naar data en dat is denk ik een beetje het verschil tussen toch wel de wiskunde en de theoretische natuurkunde in mijn hoek. Dat is ook daar niet overal zo. De wiskundige heeft toch iets meer die bedenkt, kan de vraag bedenken. Een abstracte vraag, terwijl ik zat meer in de hoek waarin je probeert complexe systemen te begrijpen en ook op zoek bent naar wat de juiste vragen zijn. En dan
plotseling kan je dan ineens concepten vinden die totaal nieuw eigenlijk zijn. Maar dat is dus wat meer in interactie met andere mensen. Is dat laatste misschien overzichtelijker, uw manier van werken, dan dat het meer een soort duidelijke kant heeft waar het op gaat, een doel, een richting? Of, nou, overzichtelijker, in zekere zin zou ik kunnen zeggen, het is soms makkelijker om te zeggen, nou, dit is mijn vraag, ik ga er een paar jaar aan werken. Ik was meer, zeg maar, continu op zoek naar wat is ook doenbaar theoretisch. Hè? Wat kan je berekenen, waar kunnen we een voorspelling doen en kan het ook gemeten worden? Dat is ook iets chaotischer en misschien iets pragmatischer hier en daar. Toen we bezig waren met de Better Break voor te bereiden, toen heb ik aan u gevraagd, Jan Vriegink, oké, kunt u misschien tijdens die middag iets vertellen over uw eigen onderzoek? En u reageerde daar eigenlijk op door te zeggen, nou, dan moet je een PhD gaan doen. Zo erg was geloof ik niet, maar... Zou u misschien toch een poging willen maken dan? Hoe ziet het er ongeveer uit? Mijn onderzoek op dit moment gaat over plurifijne plurisubharmonische functies. Dus nu zou ik eigenlijk moeten uitleggen wat dat zijn. Dat ga ik denk ik niet doen. Maar subharmonische functies, die kennen alle natuurkundigen, alleen die noemen het potentialen. En die hebben bepaalde eigenschappen. Daar kun je wat over verzinnen. Nou, een van de bijzondere eigenschappen die de natuurkundige misschien niet weet, is dat een potentiaal niet per se een continue functie hoeft te zijn. Ja. Dat hebben natuurkundigen waarschijnlijk geen enkele moeite mee, want het komt ook niet zo heel vaak voor. Maar wiskundigen natuurlijk wel. En die hebben in de jaren 40, 50 bedacht dat je daar een truc kan doen. Je kunt je topologie veranderen en dan worden ze allemaal continu. Ja. En als je dat doet, dan krijg je fijne subharmonische functies. Ja? Okay. Ja. Dus dan generaliseer je het concept subharmonische functie een beetje, potentiaal een beetje. Dan komen er wat meer potentialen bij, of eigenlijk meer gebieden waarop je meer verzamelingen waarop je potentialen wil bekijken. En dan zijn ze ineens allemaal keurig continu. Omdat het concept continu gewoon wat anders is dan het oorspronkelijke concept continu. Dit is lastig, hè? Ik bedoel, ik zit een beetje te knikken, probeer ik maar echt op mijn, nou is Daan wiskundige, diep op mijn maar knieën te niet gaan. Maar goed, dus dat is de ene richting op van subharmonische functies. De andere richting is dat complexe analyse waar ik min of meer vandaan kom. Daar zijn subharmonische functies dan doe ik complexe analyse in CN, dat is R2N. En daar zijn subharmonische functies niet het goede concept. Dan gaat het om zogenaamde plurisubharmonische functies. En de typische eigenschap daarvan is dat als je zo'n functie beperkt tot een complexe lijn, dat die nog steeds subharmonisch is. Okay. Dus wat je dan voor je ziet is, hier zitten subharmonische functies. Yeah. Die kant op ga je naar plurisubharmonische functies. Die kant op ga je naar fijne subharmonische functies. En hier zat een gat. Yeah. En er was reden waar ik dan niet op in zal gaan om in dat gat te duiken. En dat is wat ik doe. Ja. Dus ik denk dat laatste kan ik in elk geval begrijpen, dat er een gebied is binnen de wiskunde waar nog iets lijkt te ontbreken en daar ga je naar op zoek. Precies. Ja. En nou heb ik mijn vraag aan Shanna Haker. Je bent heel erg bezig met proberen aan mensen, misschien zoals hier in de zaal, uit te leggen van wat doe je eigenlijk. Dit is echt lastig, hè? Ja. En, ja. Hoe doe je dat? Aan de koffietafel, op verjaardagen, uitleggen wat je doet? Om te beginnen moet ik eerlijk zijn dat toen ik hierover nadacht over de beta break en ik wist dat er een wiskundige was, zat ik al te denken, ik zou het reuze interessant vinden om wat meer met wiskundigen te praten over hoe leg je het uit. Want ik vind het ook heel moeilijk om hier iets over te zeggen. Bij natuurkunde zie ik het zo dat je twee kanten op kan gaan. Je kan ofwel, en ik probeer altijd eigenlijk aan degene die mijn vraag stelt te vragen, wat vind je leuker om over te horen? Probeer ik ofwel te vertellen, wat doe je echt binnen de theoretische natuurkunde? Dus bijvoorbeeld formules opschrijven die eventueel natuurkundig fenomeen omschrijven. En dat houdt in dat je allerlei verwaarlozingen moet doen, zoveel mogelijk weg moet gooien, maar niet te veel, et cetera. Dus dat is echt de theoretische natuurkunde. Dus wat doe je echt? Dat vind ik stiekem het leukst, omdat dat het eerlijkst is in mijn ogen. Ja.
Aan de andere kant. Heb je het gevoel dat mensen dat dan begrijpen als je dat uitlegt? Van, ik heb hier een formule. Kijk, zo snel als ik het nu doe, niet. Want dat vind ik dus ook belangrijk. Je moet ook niet zeggen, bij mijn lekenpraatje bijvoorbeeld, moest ik in 10 minuten mijn onderzoek uitleggen. Dat ga ik gewoon niet doen. Want het heeft geen zin. Dus je moet ook een beetje kijken van, je moet eiken, hoeveel weet iemand, wat is zijn achtergrond, hoeveel tijd heb je, in hoeverre is hij echt geïnteresseerd. En veel mensen willen juist ook liever meer horen over de natuurkunde erachter. Dus dat is niet echt waar ik mee bezig ben, want ik zit uiteindelijk met de wiskunde te spelen. Maar daar kun je ook wat over vertellen, van hoe gaan interacties tussen deeltjes, wat gebeurt er allemaal. Dus dat zijn een beetje de twee hoeken waarin ik dan zoek, waar iemand, waar die het meeste interesse in heeft. Maar wiskunde, dat is, ja, ik, het kan altijd erger. Oh ja, het kan veel erger, maak je geen zorgen. Maar dus ik wil je toch, dus jij zegt bijvoorbeeld, interactie tussen deeltjes. En in feite, ik ben geen natuurkundige, maar ik weet wel dat een deeltje niet een hele kleine knikker is. Eigenlijk heb ik het gevoel dat een deeltje, dus als jij tegen je oma uitlegt van nou, ik ga over interacties tussen deeltjes, dan jok je enorm. Misschien gaat het wel over interactie, maar er zijn daar geen knikkers die rondvliegen of kleine kaboutertjes die erop zitten. Ik ben ook een voorstander van jokken. Dat je af en toe moet je ook gewoon voor het doel dat je wil bereiken. Ja. Ja. Eén keer, Jan Smit zei dat ooit. Die zei bij kwantumveldentheorie, zuchtte die en zei die, ik vind het heel moeilijk om tegen jullie te liegen. En toen, want hij kon nog niet op een bepaald onderwerp ingaan. En dat is me altijd bijgebleven. En ik denk dat het belangrijk is om af en toe een beetje te liegen. Maar als iemand doorvraagt, kan je natuurlijk zeggen, nee, het klopt, het zijn niet echt knikkers. Maar ik denk wel dat we niet te stug moeten vasthouden aan dat het precies klopt. Ja. Dank u wel. Daar ben ik helemaal met je eens. En dat doen wiskundigen in hun praatjes ook wel. Maar ze hebben er misschien van nature meer moeite mee dan andere disciplines. Omdat de wiskunde niet een echte natuurwetenschap is. En dus ook niet probeert om de natuur te beschrijven. En die natuur heeft de natuurkundige wel en de scheikundige ook. Dus daar kan die heeft een soort vast referentiekader. Terwijl wij ons veel harder moeten rechtvaardigen in wat we doen. Omdat dat er niet is. Ja, dat is misschien ook wel de stelling waarmee we ons laatst op dit blokje even willen afsluiten. En dat gaat dus over theoretisch onderzoek. Moet je dat willen verdedigen omdat er misschien een toepassing aan zit, aan die potentialen, aan de natuur beschrijven? Of is het toch echt gewoon alleen een intellectuele, een linkse hobby. Ja. Nou ja, niet per se links, maar een intellectuele exercitie of zoiets. Meneer Van Zaloos. Ja, het lijkt me vrij simpel. Dat moet ook kunnen. Daar moet ook ruimte voor zijn. Dus als we alles moeten gaan rechtvaardigen met toepassingen, dan hebben we denk ik wel een probleem. En dan creëren we zelf het probleem ook. Maar die richting zit er misschien nu wel een beetje. Die richting gaan we wel meer en meer dat op. Dat is absoluut het geval. Maar daarom is het denk ik ook wel belangrijk dat we, neem even de mensen die aan de elementaire deeltjes, aan de Higgs werken. Daar willen we op blijven inzetten. Maar ik denk dat geen van jullie hier in de zaal meemaakt dat de Higgs zelf een toepassing zal hebben. Laat onverlet dat uit dat soort werk rond CERN ook alweer spin-offs komen en nieuwe technologieën en dat soort dingen. Maar dat is een ander verhaal. Ik vind dat je best mag zeggen, daar zijn we naar op zoek. Sterrenkunde is toch ook iets wat we willen blijven doen, maar ik verwacht niet dat de meeste dingen rond zwarte gaten nou direct een toepassing hebben. Maar er moet ruimte zijn in de samenleving om ook te investeren in het fundamentele begrip van de wereld om ons heen. Ja. Hoe leg je dat uit aan je oma of zoiets, Shanna? Te zeggen van nou, ik doe dingen. Ten eerste vind ik het een beetje een moeilijke vraag, wat is toepasbaar? Ik vind het altijd een beetje flauwe. Of nou ja, niet flauw misschien, maar dat moet je eerst definiëren. Is dat er een nieuw apparaat wordt bedacht waarmee je nog meer spullen kan produceren, waardoor de oceanen dicht komen te zitten? Ik zeg maar wat. Wat is toepasbaar? Is een nieuwe planeet ontdekken, is dat toepasbaar? Is het paringsgedrag van een kever kennen toepasbaar? Ik zie niet per se in, dus dat vooropgesteld. En daarnaast heb je natuurlijk een klassieke voorbeeld van Einsteins relativiteitstheorie. Hij deed echt niet om de GPS-systemen. Maar die werken niet zonder die theorie. Dus het is, voor mij is het evident dat het, ik vind het niet zo'n interessante vraag. Hoewel het wel interessant is om daar beleid op te maken. Dat snap ik wel, dat interessant kan zijn. Maar niet voor mijn opa. Probeer ik duidelijk te maken waarom ik dat niet interessant vind. Meneer Wichting? Ja, nou, er stond een
Ik denk nu een dag of 10 geleden een stuk van Martijn Catan in de NRC. En die legde heel fijn uit dat 99% van het... ik zou liever fundamenteel dan theoretisch zeggen. Ja. Maar dat 99% van dat fundamentele onderzoek absoluut tot niks leidt en over 100 jaar vergeten is. 99% leidt tot niks en is over 100 jaar vergeten. En 1% levert een rendement op wat 10.000 keer goed maakt wat je geïnvesteerd hebt in die 100%. Als je van tevoren zou kunnen weten welke procent dat is, dan kon je heel goed beleid voeren, maar je hebt geen benul. Dus het voorbeeld wat jij gaf, maar er zijn massa's voorbeelden. Toen lasers ontdekt werden, toen dachten ze ook dat het een puur theoretische exercitie was. En nou kun je niet voorstellen dat de wereld zonder laser bestaat. De getaltheorie is ook zo'n voorbeeld waarvan Hardy zei, het mooie van getaltheorie is dat er absoluut geen toepassingen van zijn. Hij was een beetje, laat ik zeggen, niet van deze tijd. Wanneer was dat? Ja, dat was denk ik nog voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog. Er zijn zoveel oorlogen. En dat bleek ook anders te zijn, want je chippen, je creditcard, de hele zooi werkt met getaltheorie. Dus je weet het niet van tevoren. En Catan geeft ook duidelijk aan dat wat zijn baas Sleter heette niet, geloof ik, een heel goed, wel goed theoretisch onderzoek, maar waarschijnlijk tot niks leidend zou zijn. Ja, dat kreeg later de Nobelprijs. En dat betekent toch wel dat het ergens toe geleid heeft, al was het maar een Nobelprijs. Mag ik misschien... Natuurlijk. Allemaal waar wat hier natuurlijk gezegd wordt. Er komen onverwachte dingen uit fundamenteel onderzoek. Maar ik denk dat je wel moet onderscheiden, zeg maar, het nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek en strategisch fundamenteel onderzoek, zoals bijvoorbeeld wij doen op energiegebied. We kunnen niet voor sommige onderwerpen wachten van misschien krijgt iemand een idee en kunnen we er iets mee. En wij zitten bijvoorbeeld vanuit FOM heel specifiek in op het energieonderzoek, omdat we overtuigd zijn dat de natuurkunde een bijdrage moet leveren aan de oplossing van het energieprobleem. Als we dan fundamenteel onderzoek doen, dan zijn het niet de dingen die in een paar jaar al op de markt zullen zijn, maar wel met in het achterhoofd dat we willen bijdragen aan die oplossing door te kijken naar materialen die niet schaars zijn, die te gebruiken, door nieuwe concepten misschien voor het opwekken van wat we noemen solar fuels, daar wel op in te zetten. Dat zijn dingen die misschien over 15 jaar pas op de markt komen, maar je moet die twee wel onderscheiden. Niet alles komt zomaar haphazard of toevallig naar voren. Ja, ja. En dat is wel een belangrijke juist voor het beleid. Hier op deze campus, we hebben net vorige week geopend het ARCNL, waarin de UvA samen met VU en FOM een centrum mede betaald door ASML financiert om daar fundamenteel onderzoek te doen, wat voor ASML zeg maar over 10 jaar impact kan hebben. Nou, dat heeft dus een strategisch karakter, maar er is alle ruimte om ook daar weer binnen bepaalde grenzen wel, ja, ook je neus te volgen. Te denken, hé, maar misschien zit daar wel iets in waar we wat mee kunnen. Ja, ja, helemaal mee eens. Maar niettemin is het toch ook zo dat ik herinner me nog heel goed dat ik op de middelbare school zat en daar natuur en techniek las. En daar stond met regelmaat stonden daar geweldige verhalen over kernfusie in. Dat zou ons toen binnen 25 jaar, en het is nu toch wel 45 jaar geleden dat ik op de middelbare school zat, zou ons het hele energieprobleem oplossen. En natuurlijk is het energieprobleem een enorm groot probleem en je moet niet op 10 jaar kijken. Maar je kunt je toch afvragen of de enorme hoeveelheden geld die daarin gestoken worden met echt een valorisatie-idee, of dat niet meer op wishful thinking is gebaseerd en op goed verkopen dan op werkelijk strategisch inzicht in wat nou de maatschappij op een termijn van 10 jaar echt verder helpt. Ja. Dit is een heel interessante kwestie. Hoe maak je eigenlijk goed wetenschapsbeleid of onderzoeksbeleid? Kun je dat sturen? Gaan we het zo meteen nog over hebben, over een kwartiertje of zoiets, denk ik. Maar ik wil eerst nog even beginnen over misschien wat ingewikkelde, lastige vragen. Dus ik vind het zelf ook lastig om hier een goede vraag over te stellen. Maar over inspiratie en schoonheid en waarheid. Want er zit soms wel eens bij theoretisch onderzoek en zeker bij wiskunde. Heb je wel eens het gevoel dat er echt platonisten rondlopen? Die gewoon op zoek zijn naar de mooiste formule of het mooiste inzicht. En ik had eigenlijk de vraag, is dat wetenschap? Jan-Wie Grink. Ja, dat denk ik wel. Het hangt een beetje vanaf hoe je wetenschap definieert. Zal ik die vraag even zo terugspelen? Okay, ja. Hoe definieert u het?
Nou ja, in zekere zin is dat misschien wel alles wat we weten en alles wat we willen weten en alles wat we gaan weten. En in die zin wel. Maar als je zegt, is het een wetenschap in de zin van Popper? Er wordt een theorie gemaakt en die moet dan falsifieerbaar zijn. Ik denk niet dat... Nou ja, wiskunde is zeker... Als iemand een stelling formuleert en daar het bewijs voor opschrijft, dan kun je dat doorlezen. En als je er een fout in vindt, dan kun je dat... Dus in die zin is het misschien ook wel wetenschap. Maar het is niet zo dat je een model van de natuur maakt. Dus als je zegt, is het een exacte wetenschap, dan denk ik eigenlijk nee. Ja. Hoe is dat in de theoretische natuurkunde eigenlijk? Is daar alles... Nou, misschien voor Sanne Haker. Heb je daar het gevoel dat je dat iedereen daar echt... Nou, falsifieerbare wetenschap bedrijft? Ik denk dat het sowieso falsifieerbaar moet zijn. Maar ik denk dat wetenschap... Het wordt vaak een soort als een waarheid gezien. En daar moet je denk ik een beetje voor oppassen. Wat het mooie is aan wetenschap is dat we van tevoren een soort afspraken maken. En daar moet het vervolgens aan voldoen. En daarom is het natuurlijk veel krachtiger en in mijn ogen mooier dan een of andere... Nou ja, gewoon een god of iets dergelijks. Dus er is wel degelijk een verschil daarin. Maar nog steeds is alles een theorie. Ik bedoel, dat is volgens mij ook zo... Feynman zei dat in een van zijn boekjes, dat een elektron is nog steeds een theorie. Het is niet iets wat er echt is. We meten een energie, het heeft bepaalde eigenschappen en we noemen het een elektron. Maar het is nog steeds een theorie. Dus niets is... Je kan niks zeker weten in die zin. Maar je kan wel bepaalde voorspellingen doen vanuit je wetenschap. En als je zomaar gaat zoeken naar iets, vind je altijd iets. Maar als je naar iets specifiek zoekt, dan wordt het al een stuk moeilijker. Dus in die zin, dat is voor mij eigenlijk wetenschap, denk ik. Maar ik vind het wel moeilijk hoor, om daar heel duidelijk antwoord op te geven. Wat denkt u hiervan? Ja, ik zou eigenlijk alleen willen toevoegen dat dingen als intuïtie en schoonheid, dat is gedeeltelijk inspiratie. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de... vanuit een theoretische... Fysicus kan je zeggen, werkt het of kan je er iets mee? Ja. Dus ik heb er niet zo moeite mee, maar het moet vooral bij de inspiratie blijven. Ja. Oké, het moet vooral bij de inspiratie blijven. Dan is natuurlijk de vraag, als je iets gevonden hebt, werkt het of klopt het? En een tweede vraag van mij is dan, soms zeggen mensen dat ze een eureka-moment hebben gehad. Of dat ze denken van, nou heb ik het. En wat is dat? Wat maakt dat je... In een heel theoretische wetenschap op een gegeven moment kunt zeggen, nou, dit klopt. Sanne? Ik ben natuurlijk alleen maar gepromoveerd, hè? Dus wat dat betreft is het niet dat ik... Je hebt een proefschrift afgelezen. Wat ik dan mijn Eureka-moment zou willen noemen, is dat hoe ik tot nu toe gewerkt heb en hoe je denk ik vaak werkt, is dat je eigenlijk het antwoord al weet of verwacht. En dan probeer je dat dus te bewijzen of wat het ook is. En zodra dat lukt, is het heel mooi. Maar het is niet zo'n soort van, oh poef, opeens is er iets. En dat is het Eureka-moment. Je weet al eigenlijk waar je naartoe gaat en je bereikt het. En dat zijn mijn mooie momenten geweest. Ja. Ik heb misschien nog ik weet een niet of het anders is als je... Ja. Hoe is dat voor wiskundigen? Voor wiskundigen anders? Ik denk dat het voor wiskundigen eigenlijk net zo is als iedereen... Als mijn schoonmoeder van 92 is ze nog cryptogrammen doet, en ze ziet ineens de oplossing voor een probleem, dan heeft ze ook een Eureka-moment. En ik denk eigenlijk niet dat een ander Eureka-moment is, of een ander gevoel is dan ik heb als ik denk van, maar nou weet ik hoe het zit. Ja. Ik weet niet of je zelf wel eens een cryptogram hebt geprobeerd, maar je zit een tijd te denken en op een gegeven moment dan weet je wat het antwoord is. Ja, en wat daar gebeurt, als je dat echt kon beschrijven, dan verdiende je geld in de psychologie. Ja. Als ik mag toevoegen, ik denk dat het vooral ook vaak niet zozeer het antwoord nog is, maar de weg naar het antwoord. Dat je de weg weet, en dat heb ik zelf een keer meegemaakt, dat een probleem wat al eigenlijk 50 jaar oud was, dat je op een gegeven moment begint te zien, frek, langs die... aanpakken, die manier, die expansie, kan ik precies berekenen hoe het is. En dan was het nog maanden werk, maar je zag die weg en die begon zich verder in te vullen. Ja, ja. Mooi. Nee, maar ik denk dat dat ook zo is. Als je antwoord op je cryptogram botervloot is,
waarbij je van alles kan voorstellen waar het vandaan komt, dan is als iemand tegen je zegt botervloot, dan doet het je helemaal niks. Nee. Maar op het moment dat jij over die vraag hebt nagedacht en dat proces ziet en dan ineens denkt botervloot, dan is het, dat is denk ik precies wat jij ook beschrijft. Het is de hele weg ernaartoe die je doet. Ja. Dan is de vraag natuurlijk, wat dit oplevert, is dat dan ook goed onderzoek? Of slaat dat ergens op binnen de wetenschap? Of kun je dat toepassen? Dat is lijkt me heel lastig om van elkaar te beoordelen, zeker als je heel specialistische kleine vakgebiedjes hebt. Mijn collega zegt dat hij iets gevonden heeft, maar klopt dat eigenlijk wel? En hoe doen jullie dat bijvoorbeeld bij FOM? Je moet toch de kwaliteit van onderzoek beoordelen? Ja, het belangrijkste is natuurlijk toch vaak de referenten, mensen uit het min of meer uit het vakgebied, die je een voorstel, als een wetenschapper een voorstel bij ons indient, proberen we daar goede referenten voor te vinden. Dat is niet triviaal, daar geven we veel aandacht aan. Want het moeten mensen zijn die ten eerste voldoende onafhankelijk zijn, dat er niet bijvoorbeeld al een bijzondere relatie is, hetzij zeg maar tegenstanders of mensen die in de competitie heel erg zitten. En anderzijds ook mensen die daar inhoudelijk opmerkingen over maken. En we screenen die zelfs ook op, is het acceptabel? Want je ziet af en toe wel eens iets naar boven komen waarvan je zegt, ja, hier wordt een persoonlijke rekening verheffen. Dat is toch vaak het belangrijkste. Maar misschien om dan daar iets aan toe te voegen. Ik heb zelf ook, voordat ik bij FOM was, meermalen in panels moeten werken. Waarin je dus, laten we zeggen, 5 wetenschappers hebt, toch met verschillende achtergronden. Om te laten beoordelen welke onderzoekvoorstel het beste waren. Het grappige is dat je dan toch met een vrij verschillende achtergrond vaak tot min of meer vergelijkbare inschatting komt van wat toonaangevend is, waar mogelijk, wat de beste dingen zijn om aan te pakken. Dus daar zit toch, dat is een combinatie helaas weer van intuïtie misschien, maar ook of iemand in een paar minuten helder kan neerleggen wat bijvoorbeeld de vraag is en wat een mogelijke route naar het antwoord is. Hoe kun je vaststellen of iemand een slecht theoreticus is of een slecht onderzoeker? Want we hebben in andere wetenschapsgebieden wel veel fraudegevallen gehad. Veel valt ook wel weer mee, maar er waren fraudegevallen en mensen die overdrijven of hypen of met data sjoemelen. En ja, dat kun je achteraf soms heel duidelijk vaststellen. Maar dat kan bij theoretisch onderzoek of wiskunde, is dat misschien lastiger. Hoe kun je toch zeggen of iemand eigenlijk geen goede onderzoeker was? Eigenlijk geen goede onderzoeker was, ja. Ja. Nou ja, ik ken wel gevallen van mensen waarvan je zegt, dit zijn echt geen goede onderzoekers. Maar plagiaat komt voor. Je hebt mensen die totale onzin opschrijven. Als je dat aan een eerstejaars laat zien, dan denkt hij, dit kan niet kloppen. En op de een of andere manier komt dat toch in een of ander tijdschrift. Dat is tegenwoordig niet zo moeilijk meer. Je betaalt wat en je krijgt het gratis open access gepubliceerd. Dat kost je dan wat, maar dan heb je ook wat. Dus dat is wel makkelijk. Maar ik denk dat de echte vraag is, hoe onderscheid je nou een best wel goede onderzoeker van een nog betere onderzoeker? En dat is een hele moeilijke vraag. En ik denk dat we daar ook niet altijd mensen echt recht doen. Het is misschien ook wel helemaal niet te ordenen. In de zin dat je alle wiskundigen op een rij kan zetten om het maar daar te houden. En dan zeggen van die is beter dan die is beter dan die is beter dan die. En misschien ook wel beter of gelijk wil ik dan nog toelaten. Dat zal niet gaan. En er heeft wel eens iemand beweerd, we kunnen van die geldverstrekking dan maar beter een loterij maken. Bent u daar dan voor? Of? Nou, in feite is mijn idee dat het al voor een groot deel een loterij is. Dus er is in eerste instantie is er een selectie, die is vrij redelijk, denk ik. Misschien wel goed. En dan blijkt dat er als er zo 50 aanvragen zijn tegenwoordig in een competitie, zou ik denken dat over het algemeen de idee is dat de bovenste 30 daarvan, dat is gewoon goed onderzoek. En sommige is misschien beter dan ander. Als je dan van die 30 er 5 kunt toekennen, ja. Dan ben je heel afhankelijk van de persoonlijke opinies van de mensen die in het panel zitten. Je kan geluk hebben dat een referee weet dat je in Nederland alleen maar kans maakt op een subsidie als je overal A+ scoort. En in ieder geval is dat zo bij wiskunde. Dus
Ja, als je dan iemand hebt die zegt, dit is heel goed onderzoek, maar ik heb wel eens beter gezien, ik geef een A, dan is het meteen gezien. Dus dat is daar is de loterij. Ja. Ik wil even tussendoor opmerken dat er zeker ruimte is om vragen te stellen voor het publiek. Dus als je daarover twijfelt, dan kan dat zeker. Meld je dan bij Maribeth. Misschien dezelfde vraag aan Wim van Saarloos. Nou, ik zou dat niet de loterij noemen. Ik zie wel degelijk ook wat Jan zegt. Hè. Wij zien ook dat we op het ogenblik veel hele goede onderzoekvoorstellen krijgen die we gewoon door gebrek aan geld niet allemaal kunnen honoreren. Heeft te maken met het feit dat in Nederland de kwaliteit grosso modo heel erg hoog is. En daar zit wel een probleem. Niettemin heb je zelf al aangegeven die onderste helft waarvan zei dat was niet zo goed onderzoek. Dus het is niet een loterij, maar ik zal niet zeggen dat het systeem foutloos is. En daar zit een element in van inschatting van referees en mensen die de beoordeling doen. In hoeverre iets haalbaar is, doenbaar is, maar ook wat de opbrengst van het onderzoek kan zijn. Opbrengst in theoretisch. Sorry, ja, nee. Wat ik nog wil toevoegen aan deze discussie is dat we hebben nu over wat is een goede onderzoeker en wat is goed onderzoek. Maar ik vraag me wel eens af, in Nederland gaat het zo dat je zit aan de universiteit, waar je ook onderwijs geeft, je begeleidt studenten. Dat vind ik ook wel eens een interessante vraag. Moet dat niet ook meewegen? Het gaat niet alleen maar om jou en je brein. Maar het gaat ook om de structuur waar je nu eenmaal in opereert. Werkt het wellicht beter om veel geld en één grotere groep te geven? Of kleine potjes aan individuen? Dat is volgens mij ook een grote afweging die er gemaakt zou moeten worden binnen het beleid. Van wat nou een goede onderzoeker is en wie krijgt het geld? Ja. Dat lijkt me een hele goede vraag. En dat is ook precies eigenlijk wat we zo meteen zouden willen vragen. Of je naar grotere groepen toe moet of niet. Maar dan is misschien eerst een soort achterliggende vraag. Heb je een visie nodig voor je onderzoek of een vergezicht? Of moet je van tevoren voor elke onderzoeker of moet elke onderzoeker voor zichzelf een doel formuleren waar die heen moet? Het zij maatschappelijk of binnen het vakgebied. Je hebt een criterium nodig en moet dat er zijn of moeten we dat niet stellen? Ik denk simpel, als je het simpelste zou zijn om te zeggen, het criterium is impact. Impact kan zijn binnen de wetenschap zelf, binnen de wiskunde. Hè. Doe je iets wat echt toonaangevend heeft of impact heeft. Maar het kan dat ook een maatschappelijke impact zijn. Ja. Voordat we... moet ik dat... Ik wilde vragen, maakt dat schrijven van dat indienen van die aanvragen, dat kost heel veel tijd. En maakt dat Nederland onaantrekkelijk als land voor onderzoekers? Is dat... Nou, als ik bij mij op het instituut kijk, dan zijn er twee mensen die net een VD gekregen hadden. Die zijn vervolgens, dus die kregen het stempeltje van dit is goed. En zijn vervolgens naar een hoogleraarschap in Duitsland vertrokken. Omdat daar de competitie is daar ook wel groot. Maar laat ik zeggen, het basisklimaat is beter. Als je in Duitsland zo'n positie hebt, dan weet je zeker dat je een postdoc en een of twee AJO's, die horen daarbij. Ja. Dus en dat hadden we in Nederland vroeger ook. Er is een hoop geld weggehaald bij de universiteiten wat naar MWO is gegaan, wat in de volgende ronde bij MWO is weggehaald. En in het zwarte gat van de banken verdwenen is, of welk zwart gat dan ook. De situatie in Nederland is toch zo dat als je kijkt binnen ons eigen instituut, laat ik maar binnen ons eigen instituut kijken, want daar heb ik verstand van. Als je daar binnenkomt als jonge onderzoeker, is de kans dat je van het instituut een AJO krijgt, is nul. Of 5% of zo. Dus je zult het moeten doen in die competitie die, laten we zeggen, die ook niet zo ruim bemeten is dat je al het goede onderzoek kan ondersteunen. En eigenlijk is dat denk ik een iets te guur landschap om plezierig te zijn voor wetenschappers. Ja. Denkt u? Ja, ik maak me hier inderdaad zorgen over de aantrekkelijkheid voor met name de jongere onderzoekers. Er is een staatscommissie Breimer voor de sectorplannen scheikunde en natuurkunde die afgelopen jaar in de zogenaamde midtermevaluatie geconcludeerd. Het staat er gewoon expliciet. Dat wij in de beta-wetenschappen niet meer kunnen concurreren voor de senior-wetenschappers om die naar Nederland aan te trekken.
En dat het lastig begint te worden voor de junior mensen. De mensen die dus na, zeg maar, als een UD of tenure tracker starten. En dat is absoluut een probleem. Ja. Nog een ander verschil tussen Nederland en andere buitenlanden is dat er hier misschien een grote verschil is tussen een technische universiteit en de algemene universiteit. Daar maakt u tijdens. Ja, dat is meer over het landschap. Ik denk dat dat is dus een andere vraag. Dat speelt denk ik niet in deze van talent. Dan ga je langzaam richting wetenschap en innovatie. Mm-hmm. Mijn observatie is dat in Nederland de scheiding tussen de, wat wij noemen algemene universiteiten, let wel, dat is een woord wat volgens mij alleen in Nederland bestaat, en de technische universiteiten, dat die veel groter is dan in de meeste andere landen. Ga naar MIT, ga naar de ETH in Zurich. Daar vind je werk wat hier zou kunnen passen, maar wat bijvoorbeeld in Delft of in Twente zeker niet zou gebeuren. Bij ons is die scheiding groter en historisch gezien heeft dat in mijn ogen, in zekere zin, en dan probeer ik hier een klein beetje jullie te jennen, de algemene universiteiten, waar ik zelf ook met veel plezier gewerkt heb, een alibi gegeven om te zeggen, wij doen het fundamenteel onderzoek zonder na te denken over mogelijke toepassingen. En anderzijds, de TU is misschien wel wat erg makkelijk, het moet ook nog toepasbaar zijn. Shanna, geldt dat voor jou? Heb je fundamenteel onderzoek gedaan zonder enigszins na te denken over mogelijke toepassingen aan deze algemene universiteit? Nou, of is dat niet meer zo? Om heel eerlijk te zijn, als promovenda word je op een project aangenomen. En dat project dat had wel met een soort toekomstvisie. Het gaat allemaal over de kwantumcomputer. Dat is natuurlijk een hele mooie toepassing. Maar wat ik dan echt precies gedaan heb, is niet dat daar een toepassing uit voortkomt. Het is meer bouwen aan het geheel waaruit je uiteindelijk die kwantumcomputer op de meest praktische manier kan bouwen, of de beste manier. Ja. Dus. Maar het is dus wel zo dat ook bij het onderzoek wat jij deed er wel ergens een visie was geformuleerd. Of ergens bedacht van, we doen het hiervoor. Ja, zeker. Is dat ook bij wiskunde altijd het geval? Dat het altijd ingebed moet zijn in een opdracht of een visie? Dat je dan misschien in de praktijk iets heel anders doet, maar Dat je in de praktijk wat anders doet dan in het voorstel staat, dat komt zeker voor. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Moet dat er altijd zijn? Een visie of een opdracht? Ja, wat mij persoonlijk betreft, je moet natuurlijk wel een beetje weten wat je wil. Dus als je zegt, het is in die vorm wel. Je ziet ook dat recent bij de McGillivrys was het zo dat er kandidaten waren. McGillivrys, dat zijn de tenure track posities die speciaal voor zijn gecreëerd om het aantal vrouwen in de faculteit op te hogen. Ja. En het aantal vrouwelijke medewerkers. En daar werd heel duidelijk om een visie gevraagd. En dat was een integraal onderdeel van wat eigenlijk de wetenschappelijke beoordeling zou moeten zijn. Dus dat betekent dat het daar ook de wetenschappelijke beoordeling is. Of dat nou betekent dat je een soort roadmap moet hebben naar, weet ik veel wat, het walhalla van de wiskunde met jouw onderzoek, dat denk ik dat helemaal overdreven is. Ik denk dat het heel prima is als een jongere wiskundige zegt, nou, dit probleem, daar wil ik aan werken, dat wil ik oplossen. En dat gaan we zeker nog een aantal jaren duren, want het is een moeilijk probleem. En over 5 jaar zie ik wel weer verder. Ja. Dus dat zou je gebrek aan visie. Ik denk dat je daarmee niet door je visieaanvraag komt. Daarmee kom je niet door de aanvraag? Nee, daar kom je niet doorheen. Nee. En dus word je gedwongen iets op te schrijven? En hoe doe je dat dan? Nou, je gaat eens buurten, hoe mensen. Dus je gaat even kijken in 2 andere aanvragen of 5. En je kijkt dan eens, ze doen dat zo. Nou, dat kan ik er ook wel aan plakken. En natuurlijk moet het ook wel een beetje passen bij wat in jezelf zit. Dus het is niet zo dat je denkt van. Dus mensen worden dan gedwongen om eigenlijk na te gaan denken over waar ze over 5 jaar over zouden gaan nadenken. Dat is niet helemaal verkeerd. En dat kan ook heel goed tot resultaat leiden. Ja. U krijgt die aanvragen, nou ja, niet u persoonlijk, maar de FOM krijgt ook aanvragen binnen met daarin visiestukken en valorisatieparagrafen en zo. Wordt daar veel belang aan gehecht? Of denkt u eigenlijk ook stiekem van, nou, we weten best wel dat die mensen eigenlijk andere dingen doen, maar
Nou, zo erg is het nou ook weer niet, hoor. Ik chargeer een beetje. Nou ja, misschien eerst even op dat laatste. Ik heb zo straks het woord een weg ergens naartoe aangegeven of gebruik dat beeld. Dat is eigenlijk waar je naar vraagt, ook in een voorstel. En dan weet je inderdaad dat je kan op zo'n weg tegenkomen, niet verder linksaf gaan, dan kom je in een klif. Dan is het heel natuurlijk dat die onderzoeker of dat een onderzoeker gaandeweg tegenkomt een hele mooie andere route. Dan, daar moet ook die vrijheid voor zijn. Dus dat zit denk ik wel ingebouwd. Ik vind dat Jan het te absoluut voorstelt. Ik denk gelukkig dat er nog heel wat ruimte gelukkig is in Nederland. Zeker als je het hebt over vernieuwingsimpuls. Dat er in de praktijk behoorlijk gekeken wordt naar de kwaliteit van de personen. En behoorlijk wat vrijheid wordt gelaten voor de invulling. Komt er de facto uiteindelijk op neer dat je het gevoel hebt, gaat daar een fantastische onderzoeklijn komen en moeten we die persoon de vrijheid geven. En voor een Vici, wat een grotere omvang heeft, 1,5 miljoen, ja, vraag je meer een lange termijn visie dan voor iemand die net begonnen is en een tenure-track-positie en een Vici aanvraagt. Maar als je het gevoel hebt, in de praktijk is dat toch vrij goed. Ik heb eerder het beeld gebruikt in zo'n commissie met mensen van verschillende achtergrond, kom je toch vaak met vrij eensluidende oordelen. En dan is het helemaal niet op precies het, staat het allemaal in een visie opgeschreven iets ergens. Valorisatie noemde je. Ja, dat wegen we mee. Maar dat is absoluut niet het enige. Hè. Soms zeg je ja, dat is een onderzoek wat misschien niet theoretisch gezien het meest fantastisch is. Maar het is een enorme impact. Kan het hebben als het lukt. Dan vind ik het prima als je dat op een gegeven moment honoreert. Maar er is ook ruimte voor van voorstellen waarvan je weet dat het zuiver theoretisch werk is. Wat niet direct valorisatie, wat een hot woord is, maar hè, dus kennisbenutting voor economie of zo. Dat het dat niet heeft, dat honoreren we ook met liefde. We hebben het gevoel dat de laatste tijd je veel grote projecten krijgt rondom enkele, je zou het buzzwoorden kunnen noemen, dus de quantum computer. Nou ja, altijd, kernfusie is altijd goed. Maar ook creëren van steeds grotere onderzoeksgroepen of onderzoeksopdrachten waar dan heel veel mensen bij betrokken worden en in één keer miljoenen ingaan. Werkt dat? Is dat goed? Nou ja, ik denk dat het voor sommige wetenschapsgebieden goed kan werken en voor andere minder. Bij NWO bestaat de trend al zeker 30 jaar om te proberen clusters, dus grotere onderzoeksthema's aan te pakken en dat die richting op te sturen. De wiskundigen zijn daar over het algemeen niet zo blij mee. Dus natuurlijk moet je dat wel doen. Maar je moet ook ruimte overlaten voor de eenling die met één AIO prima onderzoek doet. En ik heb het gevoel dat het nu een beetje doorgeschoten is. Dat er te veel wordt geprobeerd te regisseren waar je af en toe ook de zaak de vrije hand moet laten. Er is bijvoorbeeld nu ik geloof iets van meer dan 20 miljoen, als ik het goed heb, vrijgekomen met het project van Micha Mantjes, een netwerker. Ja, geweldig, hè? Het was bijna 30. Bijna 30 zelfs? Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook zoveel geld ook wel echt heel veel teweeg brengt of verandert in zo'n gemeenschap van wiskundigen. Waar dan in één keer opeens zo'n project met heel veel geld zit. Nou, kijk, bij ons in het instituut leidt het zeker tot stevige veranderingen. Ik denk, het is ook een beetje meegaan met de tijdgeest. En het feit dat die dingen er zijn. Networks is een enorm conglomeraat. Eindhoven zit er dik in. Leiden zit erin. De Universiteit van Amsterdam zit erin. De VU doet ook een beetje mee. En ben ik er nou nog vergeten? Dat weet ik niet eens. Maar in ieder geval, het is een enorm conglomeraat. En het gaat niet alleen over wiskunde. Het gaat ook over informatica. Dus het is ook heel breed getrokken. En ik denk dat het van visie getuigt als je ziet dat er een gemeenschappelijk thema te vinden valt, waarin zoveel goede participanten te vinden zijn. Dus dat is gewoon heel goed gedaan. Dus misschien nog terugkomend op het wat ik oorspronkelijk zei over, er moet ook ruimte zijn voor wetenschappers die in hun eentje in een kamertje iets theoretisch geweldig zitten doen.
dat zal nauwelijks gesubsidieerd worden. Het effect daarvan is ook dat je bij je hoogleraren zoekt naar mensen die wel in staat zijn om zo'n netwerksproject van de grond te krijgen. Ja. Ik bedoel, niet per se dat ze dat ook gaan doen, maar waarbij je die potentie ziet. Ja. Dat is zeker zo. En dat is gewoon veranderd in vergelijking met 30 jaar geleden. Dus toen keek je daar niet naar. Dat verandert gewoon de selectie van wie er dus posities krijgen ook. Ja. Nou ja, als je twee even goede mensen hebt die wetenschappelijk gezien even goed zijn. En de ene denk je, oké, die heeft de uitstraling, de drive om dat soort dingen op te zetten. En bij de ander denk je, hij is even goed of misschien wel een fractie beter. Maar hij gaat nooit de deur van dit instituut uitkomen. Ja, dan denk ik dat je toch gaat kiezen voor de man die andere dingen ook binnenhaalt. FOM stimuleert dit ook. Grote groepen bijvoorbeeld, u noemde energie, dat u actief heeft opgezet. Hoe denkt u hierover? Is het alleen positief of houdt het ook risico's met zich mee? Ik herken wel de zorg hierover. Die had ik zelf ook rond het zwaartekrachtprogramma. Dat is onder andere, het is een relatief nieuw programma, inderdaad in grote brokken voor 10 jaar uitgezet. Ik moet bekennen dat ik wel gezien heb, zeker deze laatste ronde ook, dat de voorstellen die gehonoreerd zijn vaak nieuwe verbindingen maakten tussen bijvoorbeeld de informatici en de wiskundigen, maar ik heb het ook gezien tussen chemici en natuurkundigen op het gebied van katalyse voor energie. Dus dat er wel degelijk, het heeft ook wel een positief effect, maar ik onderschrijf wel de druk die er is en die gaat nog meer toenemen, vrees ik, de komende jaren vanuit de overheid. Wat ik vrees is te weinig ruimte voor inderdaad de beginnende onderzoekers. Want deze programma's met name gaan ook toch een beetje, laat ik eerlijk zijn, naar een gevestigde orde. Fantastische wetenschappers, komt zeker heel veel goed werk uit. Maar we moeten die ruimte houden voor de jonge mensen. Nou, dus jij hebt de twee extremen genoemd, de grote en de individuele grants met een paar OJO's. Wat wij bij FOM belangrijk vinden is dat er ook een vorm tussen zit. Die hebben we ook, maar daar staat de financiering wel onder druk. Zeg maar consortia van orde 4-5 senior onderzoekers met vaak wat meer junior mensen en promovendi. Die rond een bepaald thema wat ze zelf gekozen hebben doen. Wat dus niet zo, wat een soort middelmaat is. En daar zien we ook wel degelijk veel voorbeelden van hele goede samenwerking tussen groepen met verschillende achtergronden. Dus je moet uiteindelijk in je wetenschapsfinanciering een aantal opties hebben om eigenlijk die hele ruimte te kunnen bedienen. En dat staat absoluut onder druk. Ik wil zo ook even aan Shanna vragen hoe dat dan is om in een groep te werken. Maar ik heb eerst een vraag uit de zaal. Vertel. Ja, ik had een vraag. We hebben het namelijk de hele tijd over valorisatie en dat fundamenteel wetenschap toch zijn bestaansrecht een beetje uit valorisatie moet halen. Maar ik vroeg me af met die subsidies. Moet subsidie niet uiteindelijk primair voor fundamenteel onderzoek zijn en dat juist het toegepaste onderzoek zijn geld bij andere sectoren zoals bijvoorbeeld bedrijven zou moeten halen die uiteindelijk toch gebruik gaan maken van het onderzoek wat er is gedaan? Meneer Van Saloos. Nou, ik denk dat je een punt aansnijdt wat al vaker gezegd is over, laten we zeggen, de beleidswijziging die MWO is opgelegd in verband met valorisatie. Dat is gewoon het subsidiëren van bedrijven die eigenlijk dat onderzoek zelf zouden moeten doen. MWO subsidieert bedrijven? Nee, zo is het ook niet. Maar er is in de tijd vanuit economische zaken, voor zover ik het begrepen heb, is er grote druk uitgeoefend op MWO of op onderwijs, waar MWO dan onder valt, om de politiek aan te passen in de richting van de topsectoren en de hele reut. En eigenlijk denk ik dat onterecht aan die druk is toegegeven en dat het effect van... Dus ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat je van bedrijven die op korte termijn winst kunnen maken of hun inkomen krijgen uit onderzoek, dat die daar ook voor moeten betalen en dat het niet zo moet zijn dat de overheid dat voor ze doet. Okay. Mag ik aan meneer Van Saarloos dan vragen, u bent directeur van FOM en u zit dus in overleggen van NWO. Het is een soort aanval op NWO eigenlijk. Nee, het is geen aanval op NWO. Geen aanval op NWO. Als het een aanval is, is het een aanval op de politiek. Oké, maar het ministerie van Onderwijs heeft niet voldoende stand gehouden tegen het ministerie van Economische Zaken. Nou, dat is mijn indruk, ja. Oké. Wat denkt u daarvan, meneer Van Saarloos? Het is absoluut met de topsectoren druk in die richting geweest. We zien tegelijkertijd nu
zijn we 3 jaar verder wel degelijk meer begrip voor wat wetenschappelijk onderzoek wel en niet kan en hoe je dat moet gebruiken. Laat het helder zijn, wij financieren geen toegepast onderzoek. Dat moeten inderdaad bedrijven doen. Maar wij doen wel dingen die duidelijk het pre-competitieve onderzoek zijn, die nog te vroeg of te ver in de toekomst liggen voor wat toepasbaarheid voor bedrijven. Maar laat het helder zijn, dat doen we vaak samen met bedrijven. FOM heeft een programma, dat heet het Industrial Partnership Program, waar wetenschappers aan de universiteiten en onze instituten een onderzoek aan doen, maar met medefinanciering, en dan doen ze dus precies wat Jan zegt, medefinanciering van dat onderzoek. Dat kunnen zij zelf nog niet doen, dat is voor hen te ver in de toekomst, daar betaalt het bedrijfsleven de helft van. Dus daar maken we eigenlijk wel stappen. En ik wil ook benadrukken, als ik met de mensen, de CTO's, de Chief Technology Officers van de bedrijven spreek, die weten dat precies, dat ze niet dingen van ons moeten vragen voor toegepast onderzoek. Dat kan een bedrijf veel sneller, veel beter, kunnen veel mensen op inzetten. Maar wat wij heel goed kunnen, is het onderzoek, en daar zijn nog wel slagen te maken, het onderzoek meer verbinden met de uitdagingen van het bedrijfsleven, maar zonder dat we onze eigen waardes opgeven daarin. Neem rond de quantum computing, neem wat ik hier eerder noemde over het ARCNL. Dat is een topwetenschapper van Nederland. Ja. Op het gebied van onder andere frictie aan oppervlakken en dergelijke. Die daar nu de leiding geeft. En die ook echt mensen uit de UvA en VU daarbij betrekt. Die daar wetenschap blijven doen. U heeft vroeger bij Bell Labs gewerkt. Ja. Bestaat zoiets in Nederland? Want ik bedoel, dat is een particulier onderzoeksinstituut, niet per se heel veel gesubsidieerd door de Amerikaanse overheid. Komt wel heel veel goede natuurkunde vandaan, of althans in hoogtijdagen. Ja, exact. zou dat er moeten zijn in Nederland? Of? Nou, Philips had dat in het verleden ook enigszins. Wat ik in zoverre, dat ARCNL, wat ik nu een paar keer heb genoemd, is een klein beetje een poging ook van ASML om dat op een andere manier, want Bell Labs was echt helemaal van een bedrijf. Maar dat was wel een bedrijf wat niet op de open markt zijn winsten hoeft te krijgen. Die had op dat moment relatief lage winsten, maar had een bescherming op de markt. Op het moment dat dat een vrij bedrijf is geworden, is Bell Labs naar beneden gegaan. En eigenlijk speelt het in de natuurkunde weinig meer een rol. Dus we zoeken naar nieuwe vormen waarin we ook de vrijheid van de wetenschappers houden, maar wel geclusterd rond wetenschappelijke uitdagingen. En ik ben blij dat de CTO van ASML ook het woord Bell Labs gebruikt heeft toen we onlangs vorige week het ASNL openen. Dus dat is een hele kleine schaal. Bell Labs was heel groot. Maar we proberen daar binnen grenzen dingen te doen. Mag ik? Ja, ja. Ik vraag me ook wel eens af, want we hebben het nu dus vooral over hoe het bedrijfsleven profiteert van toegepaste wetenschap. Mm-hmm. Maar je zou je ook wel eens af kunnen vragen, kan je niet als ontzettend fundamenteel wiskundige wat inventiever worden en in plaats van afhankelijk te zijn van subsidies, gewoon jezelf bij wijze van spreken verkopen aan een bedrijf die het gaaf vindt. Net zoals dat ze kunst kopen, dat ze een wiskundige kopen, geld geven en het mooi vinden om daarmee te koop te lopen, dat ze dat belangrijk vinden. Zodat je, zeker als wiskundige die alleen werkt en geen grote groep nodig heeft, gewoon zoiets gaat doen. Dus dat je juist op zo'n manier ook het bedrijfsleven erbij betrekt. Nou, je brengt mij nou wel op het enorme idee om crowdfunding voor wetenschappelijk onderzoek, voor wiskundeonderzoek, zou dat nog denkbaar zijn. Ja. Maar je moet dan wel een, dan moeten we met jou gaan praten hoe we dat aan de crowd gaan verkopen. Zou je het zelf willen, Shanna? Want je bent naar je PhD niet doorgegaan in de wetenschap. Waarom niet? Kijk, ik zelf misschien niet. Maar ik kan me heel goed voorstellen, als jij je helemaal niet meer zorgen hoeft te maken over grants aanschrijven, misschien zelfs onderwijs geven als je daar helemaal geen plezier uit haalt, dat je gewoon door een bedrijf gesponsord wordt. Net zoals dat er de Nobelprijs is. Dus dat is dan een prijs, maar je kan net zo goed een wetenschapper in dienst nemen. Ik zeg maar wat. Ja. Dat lijkt mij best wel leuk. Als je op die manier die vrijheid krijgt. En als je op de een of andere manier dus wat meer in het publiek brengt en wat gaver maakt, dat bedrijven ook dus daar mee kunnen laten zien, net zoals nu met sustainability. Elk bedrijf probeert dat maar aan het publiek te vertellen, omdat dat dus gaaf is. Ja. Misschien kan dit ook wel gaaf worden over 10, 20 jaar. We hebben een vraag uit de zaal. Om hierop in te haken ook, ben ik wel benieuwd, zeg maar, hoe jullie denken dat wij als Universiteit van Amsterdam
aan dat milieu, van dat onderzoeksmilieu, kunnen bijdragen om dat te stimuleren op de fundamentele kant ervan. Wat de UvA concreet kan doen? Ja. Oké. Ja, ik denk dat ik Jan Wiegerink dit moet vragen, want hij zit het hoogst in de UvA hier van al deze mensen. Ik denk dat we met wat we nu doen, denken dat we dat optimaal doen, omdat we het anders zouden doen. Maar ik weet niet of dat nou een goed antwoord is, maar het is natuurlijk zo dat de universiteit wel degelijk probeert om een wetenschappelijk onderzoeksklimaat te genereren. Binnen de beperkingen, de financiële beperkingen die er zijn. En, maar dat betekent, dus die financiële beperkingen zijn zo groot dat er ook betrekkelijk weinig ruimte is. Ja. Om te denken van we gaan nog iets leuks doen. Dus ik noemde net dat McGillivray-programma. Voordat we dat van de grond hadden, dat kost echt niet zo ontzettend veel. Ja. Maar zelfs weinig geld, als je het ergens aan wil besteden, moet je het ergens anders weghalen. En dat maakt gewoon dit soort beslissingen heel moeilijk. Dus of wij nog meer kunnen doen dan wat we nu doen. Ik heb op dit moment niet heel veel. Je geeft ook aan, we zouden meer kunnen doen als we meer geld hadden. Dus hoe krijgen wij als UvA meer geld hiervoor? Als de UvA meer geld zou hebben, dan zou ik er een groot voorstander zijn dat de AJO's, de instituuts-AJO's weer terug zouden komen. Dus dat een instituut ruimte heeft om, laten we zeggen, voor een instituut met 25 FTE vaste formatie. Nou, dan wil je toch eigenlijk wel een stuk of 20 AJO's hebben rondlopen die begeleid worden door die mensen. Dat zou heel goed zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. Binnen zo'n instituut, het is heel stimulerend voor de mensen die hier zitten. Het is een goede kans voor de AJO's. We hoeven niet. Dus we gaan ervan uit dat mensen die we aannemen sowieso goed zijn, anders namen we ze niet aan. Dus ze hoeven dan niet per se al die competities in. Okay. Dat zou denk ik heel goed zijn. En ik denk dat voor alle instituten in min of meer gelijke mate geldt. Als we meer geld zouden hebben, ik denk dat ik daarmee moet afsluiten. Gelukkig zijn we niet de geesteswetenschappenfaculteit. We kunnen onszelf hier nog redelijk gelukkig prijzen. Ik wil graag zeggen dat, dit is het einde van de Beta Break. Volgende maand, of eigenlijk op 10 december, is er iets anders. Dan hebben we de grote Beta Quiz, de wetenschapsquiz, de jaarlijkse quiz hier. Iedereen kan meedoen, dus je kunt je hier melden om 11:45 en een stemkastje halen. Of als je student bent, kun je je melden bij je studievereniging en namens je studievereniging op het podium meedoen met de Beta Quiz. En we hebben prijzen en we hebben allerlei gasten, hoogleraren die vragen komen stellen en ze komen toelichten uit hun eigen onderzoek. Wordt heel erg leuk, dus 10 december om 12 uur. En voor nu wil ik afsluiten door onze gasten, Jan Wiegerink, Sjanne Haker en Wim van Saarloos, heel hartelijk te bedanken. Dank u wel. Dank u wel.